Bij ons komt het natuurlijk iedereen over de vloer. En de vertrouwensrol die wij hebben als huisarts, hè, die staat denk ik wel hoog aangeschreven. En die rol moeten we uitspelen, denk ik. En meer uitspelen, maar gerichter gaan uitspelen op mensen die zich gewoon niet laten screenen en dergelijke. Dus ik denk dat dat een belangrijke taak is voor een huisarts om te kijken, definiëren welke personen moeten we bereiken. En daarmee het gesprek aangaan en proberen te motiveren om het te doen. Het nemen van uitstrijkje vinden wij natuurlijk, dat is een preventieve opdracht en preventie hoort bij de eerste lijn. Al sinds vorig jaar krijgen we de uitslagen van de baarmoeder als kankerscreening van degene die we zelf niet doen. Krijgen we die ook binnen, wat een gemis was vroeger, dat wij toch van verschillende ziekenhuizen de resultaten niet kregen en dan weet men de status niet van de patiënt. Gelukkig krijgen we die dingen nu en dat is een hele verbetering, omdat we dan eigenlijk ook in ons dossier kunnen kijken welke patiënten eigenlijk niet ingaan op de uitnodigingen van het Centrum voor Kankeropsporing voor zich te laten screenen. Hè. En kunnen we eigenlijk gerichter eigenlijk mensen gaan aanspreken om zich te laten screenen. Als huisarts eigenlijk toekomstgericht denk ik dat we ook meer moeten inzetten op het populatiegerichte in uw praktijk, hè, en proactievere zorg. En dit is een van de eerste stappen. Wel, we hebben een project ingediend en daar een goedkeuring voor gekregen om een barometer te maken rond baarmoederhalskankerscreening. Zodoende dat men eigenlijk met een druk op de knop eigenlijk de gegevens kan krijgen en een lijst kan krijgen van hoe het gesteld is met de participatie en de participatiegraad aan de screening in uw praktijkpopulatie. Waardoor je dan daarop verder kunt gaan en kunt gericht kan kijken om die participatiegraad te kunnen verhogen.